we gaan gewoon niet binnen, zeg maar. We gaan gewoon de politie niet meer binnenlaten. Dat is gewoon in verband met de nieuwe kraakwet. Daar zijn we niet echt voorstanders voor. Volgens mij jullie ook niet echt. Maar dat heeft gewoon de situatie dusdanig veranderd dat we dat gewoon niet meer gaan doen. Ja. Als je mij even toelaat, dan lopen we eens een rondje rond. Ik kan gewoon hier langs. Nou ja, het is ook zeg maar een statement tegen wat er eigenlijk gebeurt met het hele O-sportverhaal. Zeg maar. Het is echt ja, 3 of 4 jaar staat er ondertussen les dichtgespijkerd. Er waren kunstenaarscollectieven die graag willen intrek nemen, iets aan doen. Het werd allemaal afgeketst door de gemeente, terwijl de botere gemeente 30 miljoen in het music queue en al. We willen gewoon laten zien dat het ook op een andere manier kan. Hoe lang staat het al leuk? 4 jaar was het inderdaad. Ja. Jaar. We zijn een beetje afgebakend, want we willen gewoon eigenlijk helemaal niks met het bouwverkeer te maken hebben. En we willen daar ook niet in de weg voor staan. Wil je ook nog zeggen hoeveel mensen hier denken hier te kunnen gewoon? Nou, het zijn allemaal sympathisanten. Dat is niet zo. En wat is de bedoeling? Ja, we gaan daar gewoon een sociaal centrum in zetten. Een tegenhanger van al dat wat door de gemeente gemaakt wordt, dat allemaal misgaat. Gaan wij hier proberen laten zien dat het ook op een andere manier kan. Maar wordt het een woning of iets anders? Voorlopig wordt het gewoon een sociaal centrum. Sociaal centrum. Nee. Zeker ook gewoon. Wonen en werken. Wonen en werken inderdaad. Nou, oké, loop achter. Nou, we hebben op de website staat dat in 2013 zijn er geen plannen. Ja. En hiernaast zijn het hele O-sportproject heeft gewoon vertraging opgelopen. Ja. Het zou 2008 klaar moeten zijn, we zijn in 2011. Volgens de website is het 2013 en we hebben ze opgebeld. En dit is gewoon het laatste stuk wat er wordt ontwikkeld. Ja. Dus 2015. Hoe lang is het al leven? 4 jaar. Ja, ik ga een mutatie maken. Ik ga nog even contact opnemen met de bestrijdsleiding. Ja. En dan kijken we die ze. Nou, we hebben hier even dus zeg maar de dagvaarding van onze advocaat. Dit is, gaat over recht van overpad en 138a. Dat is de nieuwe kraakwet. Hier hebben we onze intenties neergezet. Ja. En onderzoekswerk uiteraard. En onderzoekswerk. We hebben hier de akte van eigendom, of de uittreksel van het kadaster. Dat zijn wel bij de foto's. Ja, dat hebben we zien. Dat lees wil ik er gewoon laten zien. En dat zijn de foto's dan. Van binnenuit, dus ongeveer de staat. Ik heb hem vast. Ik heb hem vast. Hebben jullie deze foto's gemaakt? Nou, die hebben we direct op plek gemaakt. Niet best, hè? Het ziet er niet best uit. En het is ook zo dat het heel lang gebruikt is door daklozen en junkies. Dus het is ook echt, echt vies binnen. Zo. Dan weet ik even genoeg. Dan ga ik jullie weer verlaten. En mijn collega's ook. En dan ga je door. Gaat het de molen in, zeg maar? Ja, denk ik wel. Okay. Nou, prima. Dat is eigenlijk onze bedoeling. Het is zondagmiddag en dan gaan we helemaal niet zo heel erg druk maken. Maar je weet hoe het werkt. Je zal, als het ontruimd moet gaan worden, dan zal het met een ontruimsel zijn een tijd worden meegenomen. Maar daar ga ik niet over. Nee. Kunnen we nog maandag iets verwachten? Oftewel dit dag? Dat durf ik niet te zeggen. Ik moet dit erover overleggen. Ik ben dus helemaal de eerste die hier naartoe wordt gestuurd. Dat is alles wat er nu nog komt, maar die is niet over. Oké. Dit is cadeautje. Sterk in dit huis. Ja, bedankt. Dankjewel. Dankjewel. Klus. Ja. Dankjewel.